aanpakken, dan denk ik dat het onderwijs heeft daar een hele bijzondere opdracht. Mevrouw van der Plas, en dit wordt ook uw laatste interruptie. Ja, voorzitter, ik vind het allemaal wel weer getuig van allemaal slappe hap. Sorry dat ik het zo zeg. Welke zoektocht? Weet je, Joodse studenten moeten vrij voelen om zich om het te melden. Het moet helemaal niet gebeuren. Ze moeten helemaal niks melden. Er moet niks te melden zijn. En we gaan in gesprek en we worstelen ermee. En hoe gaan we hiermee om? Dit is precies de dialoog waarvan ik zeg, over antisemitisme is geen dialoog. Dat is er gewoon niet. Dat hebben we hier niet. Dat willen we niet. En hoe moeten we dan omgaan met de demonstraties, de huisregels? Nou, weet je, hang een poster op. Geen gekrijs, geen geschreeuw. Geen luid gezang, geen gezichtsbedekking. Nou, dan komen ze al niet meer binnen. Want dat zijn de gasten die krijsend en joelend en schreeuwend en luidzingend binnenkomen. Met mondkapjes, met sjaaltjes. Nou, hang een poster op in de universiteit, klaar. Zeg tegen, ze hangen bij die poster een zinnetje op, hier geen demonstraties. Als ze daar binnenkomen, worden gewoon andere mensen lastiggevallen. Die kunnen niet vrij zitten in een ruimte. Joodse leerlingen voelen zich bedreigd. Hoe moeilijk is het? Hoeven toch geen grote gesprekken en allerlei moeilijke toestanden over te doen? Gewoon wegwezen hier. De minister. Ja, voorzitter, ik ben het 100% eens met mevrouw Van der Plas dat als het gaat over het uitbannen van antisemitisme, het niet toestaan, dat dat gewoon ononderhandelbaar is. Dat is eigenlijk heel erg simpel. Dat mag gewoon niet, dat heeft geen plek. Dat kunnen we gewoon niet toestaan. Ik wou zo bij het vervolg van een aantal vragen ingaan wat je dan concreet kan doen. En dat is natuurlijk de volgvraag. En dus een aantal punten waar mevrouw Van der Plas op doelt, wil ik onder andere toegang van gebouwen, waar ik eerlijk gezegd nu op inga. Ja, de minister vervolgens een betoog. Ja. Dus de heer Van Dijk van de SGP vroeg nadrukkelijk of de inspectie nog een belangrijke rol kan spelen.